Hallo, goedenavond. Van harte welkom bij de Heb Je Leven Lief Show. En in deze video wil ik het hebben over mijn geheime wapen. Als het gaat over gewicht verliezen en over je vitaler voelen en over je eetlust controleren. Ik ga het in deze video hebben over, dames en heren, ik ga het hebben over vezels. Vezels, vezels, vezels. Het is zowaar een soort obsessie geworden en ik ga je zo meteen vertellen hoe dat komt. Eerst even kijken. Oh, er zijn mensen live aan het kijken. Hallo, laat eens even weten of je kijkt, van waar je kijkt. En laat mij ook even weten of jij een fervente vezeleter bent. Een regelmatige vezeleter. Dat wil zeggen dagelijks. En waar haal je je vezels dan liefst vandaan? Laat het even weten. Even kijken, wie hebben we? Laura en Annelies. Hey, Aniek, welkom. Van harte welkom. Ook de mensen die uitgesteld kijken. Laat even weten, ben je vezeleter? Eet je ze dagelijks? Maak je er een punt van om ze binnen te krijgen? En hoe krijg je ze binnen? Oké, want er zijn zo wat heel veel belangrijke voordelen aan vezels eten. En die wil ik jou vandaag meegeven. Het is een beetje een vezeltraining. Hè? We're all into fiber vandaag. Wat is er zo belangrijk aan? En waarom wil je ze echt vanaf nu elke dag eten, mocht dat nog niet het geval zijn? En waarom wil je er meer eten dan wat dagelijks wordt aanbevolen? We gaan er allemaal door. Want weet je, ik ga ervan uit, het minimum aantal vezels dat ik per dag wil binnenkrijgen is 25 gram. 25 gram wordt aangegeven als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Volgens mij is dat te weinig en moeten we eerder gaan naar 50 gram, dus het dubbele. En onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen maar aan de helft komen van die 25. En ik ben heel benieuwd, waar zit jij volgens jou ergens? Of ben je er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig met vezels? Wel, ik ga jou hopelijk in deze video van gedachten doen veranderen dan. Hey, dag Ann en dag Mientje heb ik ook gezien, dacht ik. Ja, hallo, welkom. Dus, kijk, het vezels eten is een van die eenvoudige dingen die je kunt doen om je lijn te verbeteren en om je gezondheid te verbeteren. En ook zelfs hoe je voelt te verbeteren. Want ja, daar zijn we ondertussen achter dat het allemaal aan elkaar hangt. Hè? Hoe is het trouwens met je Mindset Challenge afgelopen? Laat dat ook maar even weten, want daar ben ik ook heel benieuwd naar. Het is een beetje een stille dood gestorven, heb ik de indruk, die challenge. Maar goed, de volgende keer beter. Oké, er zijn twee soorten vezels. Er zijn aan de ene kant de oplosbare vezels, en daarmee bedoel ik de in water oplosbare vezels. En er zijn de niet oplosbare vezels. De meeste mensen zijn bekend met de niet oplosbare vezels. En dat zijn degene die eigenlijk in je lichaam vooral als functie hebben om je stoelgang massa te geven en om ervoor te zorgen dat je dat er massa is in je stoelgang. Okay? Dus mensen die geconstipeerd zijn, mensen die chronische diarree hebben, die hebben vaak een tekort aan vezels. De niet in water oplosbare vezels, dat zijn degenen die we kennen van de granen, de schilletjes, de vliesjes, dat soort dingen. Okay? En dan hebben we de in water oplosbare vezels. Die zijn minder bekend, maar ik ga er zo meteen een aantal bronnen van opnoemen. Maar die vezels zijn super, 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 super belangrijk om je stoelgang smeuger te maken, maar dat klinkt een beetje raar in deze context, hè. Maar om die zachter te maken, zeg maar. En om die gemakkelijker te laten transporteren ook. Gemakkelijker te laten passeren. En die zijn ook mega belangrijk voor het ontgiften, want die absorberen toxines. Vandaar, zowel in mijn detoxprogramma als in mijn afslankprogramma, zitten vezels, massaal veel, veel vezels. En het zijn allebei de soorten die je genoeg wil binnenkrijgen. Het heeft geen zin om te gaan focussen op de ene of de andere soort. Nee, je wil ze echt alle twee. En, want ze zijn allebei minstens even belangrijk. En dus voor de mensen die nu erbij komen, van harte welkom. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ligt op 25 gram per dag.
Dat is het absolute minimum. Laat dat je startpunt zijn en bouw vanaf daar verder op. Maar wat ik hier zeg is heel belangrijk, want dat is precies wat je wilt doen. Want als je nu zegt, als je na mijn training van zo meteen, als je dan zegt van wow, ik wil dat doen, ik vlieg in de vezels en je gaat je overladen met vezels, dan ga je mij snel niet meer zo leuk vinden en dat willen we natuurlijk niet. Want wat gaat er gebeuren? Je gaat opblazen. Je gaat een opgeblazen voel krijgen. Je gaat misschien geconstipeerd geraken. En je gaat winderig worden. Je vezels gaan terugpraten. En dat vind je natuurlijk niet zo tof. Dus key is hier, de sleutel is hier, geleidelijk aan opbouwen. En ga van die 25 naar die 50, maar doe dat in stapjes. Oké? Ik ga je zo meteen een aantal bronnen geven waarbij je gemakkelijk die vezels naar binnen krijgt. Oké. Dus ook niet kiezen voor één soort vezels. Je hebt ze allebei even hard nodig. Maar waarom heb je ze nodig? Waarom wil jij ze naar binnen krijgen? Wel, om te beginnen, vezels helpen om je bloedsuikerspiegel in balans te brengen. Dat is sowieso goed voor alles. Sowieso goed voor als je wil afslanken. Superbelangrijk. En het is ook belangrijk om geen extra drang naar zoet te hebben. Oké? Het gaat er ook voor zorgen dat je LDL, dat is je slechte cholesterol, dat die naar beneden gaat. Dat die getemperd wordt. Oké? Het helpt je ook bij je verzadiging. Dat betekent dat je je langer gevuld gaat voelen. Dat je minder snel terug honger gaat krijgen. Ook heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld aan intermittent fasting wil doen, of als je wil afslanken, of als je je gezondheid in het algemeen wil verbeteren. En het is absoluut geen goed plan, lieve mensen, om om de 2 uur iets te eten. Dat is achterhaald, doe dat niet meer, dat is niet goed. Eet, zorg dat je voldoende vezels, goede eiwitten, goede vetten binnenkrijgt. En dan zorg je ervoor dat je toch 4 tot 6 uur voort kan. Oké. Dan nog iets, die vezels, die worden niet door je lichaam opgenomen. Als je gaat kijken op de verpakking van je voeding die je koopt, dan ga je altijd zien, de vezels die zitten onder het vakje koolhydraten. Nu is het zo dat alle koolhydraten, behalve de vezels, worden in je lichaam omgezet tot suikers. Maar de vezels niet. Je lichaam weet niet hoe die vezels te absorberen, te assimileren enzovoort. Maar wie doet dat wel en waar zijn die vezels absoluut de rechtstreekse powerfood voor? Dat is voor je microbioom. En wat is je microbioom? Dat zijn alle goede bacteriën die op en in je wonen en die je natuurlijk wil voeden. Dat betekent, dat zijn je probiotica. En die vezels, dat is 100% prebiotica. Prebiotica is voeding voor je probiotica, voor je darmbacteriën. Dus die wil je natuurlijk sterk houden. Waarom? Omdat die je helpen afslanken. Omdat die zorgen voor een betere humeur. Omdat die zorgen voor een hogere weerstand, voor een hogere immuniteit. En even kijken, voor het beter opnemen van voedingsstoffen ook. Ook een hele belangrijke. Dus zie je hoe belangrijk deze zijn. En je weet, als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat er meer en meer onderzoek gedaan wordt naar dat microbioom. En dat we er stilaan achterkomen dat dat de basis is van je gezondheid en van je slanke lijn. Dus geef daar alsjeblieft aandacht aan. Oké? Dus ze zijn super duper belangrijk. Oh ja, en dan is er ook nog dat resistent zetmeel dat erin zit. Resistent zetmeel, zeg dat eens 10 keer naar elkaar. Dat is vooral belangrijk in je dikke darm. Doet die een aantal gunstige dingen, waaronder gaat die de vetverbranding triggeren. En waar vind je die in? Dat resistent zetmeel, dat vind je bijvoorbeeld in aardappelen, patatjes, die je hebt gestoomd of gekookt en die je dan laat afkoelen of die je terug opwarmt. Die afgekoelde of terug opgewarmde, daar zit vooral dat resistente zetmeel in. Ook bij rijst heb je dat. Dus dat is een heel, heel goed idee. Dat is heel belangrijk om dat regelmatig binnen te nemen. Voilà, dat zijn denk ik toch wel genoeg. Hoeveel hebben we er? 4, 5 goede redenen om elke dag die vezels binnen te krijgen. Het enige waar je wil opletten, en hallo lieve mensen die zijn ingetuned, van harte welkom.
Als je meer vezels wil gaan eten, let er dan alsjeblieft op dat je dat niet van de ene dag op de andere gaat doen. Dat je niet van de ene dag op de andere van 25 naar 50 gaat bijvoorbeeld. Want dan ga je echt boos worden op mij. Want die vezels gaan terugpraten. Je gaat een opgeblazen buik hebben. Je gaat je niet goed voelen. Niet mooi. Niet doen. Oké? Stap voor stap. Oké. Wat ook super belangrijk is, wat je niet mag vergeten, is dat je voldoende water erbij moet drinken natuurlijk. Dat is ook een reden waarom je je langer gevuld voelt, omdat die vezels die nemen dat water op en die geven dan een beetje vulling in je maag, in je spijsverteringskanaal en dan heb je minder snel terug honger. Allemaal goed nieuws toch, denk ik. Hè? Goed nieuws? Wie is er aan het kijken en wie van de kijkers maakt er een punt van om elke dag voldoende vezels binnen te krijgen? Wat is je doel? Of ben je er helemaal niet mee bezig? Laat het eens weten. En wat zijn jouw favoriete bronnen van vezels? Let me know. Ik wil het allemaal weten. Oké, en dan. Hoe krijg je ze binnen? Ik ga je vertellen hoe ik het doe. Misschien heb je er iets aan. Misschien kun je mijn voorbeeld volgen. Het is een super makkelijke manier. Want bij mij moet alles snel en gemakkelijk zijn. Oké? Dus ik begin mijn ochtend meestal, als ik niet aan intermittent fasting doe, dan begin ik mijn ochtend met een van mijn favoriete smoothies. En in die smoothie zit in mijn proteïnepoeder die ik erin doe, zit er al wat vezels. Maar ik voeg er altijd nog een 5 gram, dat zit in een handig stikje, zo'n stikje. Kun je zien? Stikje met vezels, dus gewoon poeder. Los je op in water of in whatever drank je drinkt 's ochtends. Dus ik doe het in mijn smoothie of in mijn shake. En dat zijn al 5 gram oplosbare, verschillende soorten. Dat is ook belangrijk. Oplosbare vezels. En die doe ik erin. En daar voeg ik dan nog aan toe. Of een kwart of een half van een kleine avocado. Of ik doe er chiazaad bij, of ik doe er lijnzaad bij, of ik doe er hennepzaad bij, of amandelen. Dat zijn allemaal bronnen van goede vezels. Dat zijn vooral de niet oplosbare vezels. Maar wat hebben die ook nog? Die hebben ook allemaal goede proteïne, eiwitten en goede vetten. Dus dat is 3 vliegen in 1 klap. Dus die doe ik er ook in. Kleine randnoot. Dat lijnzaad, dat wil je absoluut zelf gebroken hebben. Dus ik gebruik mijn Nutribullet en die mix dat netjes door mijn smoothie. En dan zijn die zaadjes helemaal weg. Als je een minder performante mixer hebt, kun je dat ook bijvoorbeeld in een koffiemolen doen of zo. Maar koop nooit gebroken lijnzaad. Want lijnzaad dat gebroken is, van het moment dat het gebroken is en het wordt blootgesteld aan de lucht, dan gaat het oxideren. En oxideren is kwaliteitsverlies. En zelfs wordt het dan ranzig en eventueel dus toxisch voor je lichaam. Dus niet doen. Koop ongebroken lijnzaad en breek het zelf. Oké. Hetzelfde met chiazaad kun je bijvoorbeeld, als je dat in het begin begint te eten, dan is het best dat je dat bijvoorbeeld de avond ervoor in wat water zet, kamertemperatuur, en dat je dat een nachtje laat wellen, dan wordt dat zo'n beetje puddingachtig. En dat kun je dan in je smoothie of in je shake doen. En dan heb je ook weer maximaal die vezels, de eiwitten en de goede vetten binnen. Alright. Dan wat ik er ook altijd bij doe. Altijd. Ik heb zo een zak uit de diepvries met blokjes spinazie. En natuurlijk niet meer room. Gewoon pure biospinazie. Boom. En ik neem daar 1 blokje uit. Ik doe dat in mijn Nutribullet. Ik mix mijn smoothie, mijn shake. En dat zijn ook extra vezels. Dat zijn ook nog eens extra mineralen. Dat zijn extra chlorofiel. Allemaal goede dingen waar je top veel energie van krijgt. Oké? En dan een handvol bessen doe ik er ook meestal bij. Want bessen zijn power food fruits. Besjes zijn laag in suikers, hoog in antioxidanten, vitamine, mineralen. En die hebben ook hele goede vezels. Bijvoorbeeld mijn favorieten zijn blauwe bessen. Die doe ik er altijd in, heb ik ook in de diepvries. Want vers blijven ze niet zo lang maximaal aan hun voedingswaarde houden. Dus ik heb ze ook in de diepvries, lekker makkelijk. En dat geeft dan ook nog een beetje dikte aan mijn smoothie. Dat heb ik graag, ik lepel mijn smoothie meestal.
En voor de liefhebbers van bananen, want dat is een vraag die ik altijd krijg. Tanja, ik mag toch wel zeker een banaan in mijn smoothie draaien? Ja, dat mag. Ik zou het niet elke dag doen. Maar je kunt het doen. Maar een tip, een extra tip, een gouden tip, is kies voor groene bananen. Kies, ook hier weer, je banaan moet nog groen zijn. Maar dan zeg je, ja, dat is nog niet zo lekker. Ja. Hoe rijper die banaan is, hoe zoeter die is, dus hoe meer suikers erin zitten. Hoe groener die is, ja, je moet hem natuurlijk wel een beetje kunnen snijden, moet niet keihard zijn. Maar een nog groene banaan zit chockvol met dat resistent zetmeel waar ik het daarnet over had. En dat geeft ook weer die body aan je smoothie, dus dat kan absoluut. En wat ik ook weer doe, ik koop mijn bananen groen en ik schil ze. En ik doe per halfje, ik doe ze in stukjes en per halfje doe ik ze in een zakje in de diepvries. En dat gaat dan op mijn smoothie in. Gaat allemaal lekker snel en geeft weer ook, dan hoef ik er geen ijs in te doen. Dan heb ik lekker fris mijn banaan en een frisse smoothie. Oké, oh ja, ook nog een hele goede manier om extra vezels, topvezels aan je smoothie toe te voegen of aan je shake toe te voegen, zijn cacao nips. Dat zijn ook pure vezelbommetjes en geeft ook zo'n beetje die cacao toets aan je smoothie. Ah, super lekker. Oké, die kun je ook over je havermout strooien of zo, kan allemaal. Hè. Je kunt er maar creatief mee zijn, maar dus vezels, vezels, vezels. Lieve mensen, van harte welkom. Ik zie dat er mensen bij komen. Als je instapt hier, we hebben het over vezels en hoe belangrijk ze zijn. Ik ben net aan het vertellen hoe ik ze binnenkrijg. Ik heb net verteld over mijn ontbijt en wat ik er allemaal in gooi in mijn smoothie. En als jij het wil, als je het gemist hebt, kijk dan straks even terug, want ik ga de video posten. Oké, en dan kom ik aan mijn lunch. En mijn lunch bestaat altijd uit een berg sla. Verschillende slasoorten, andijvie, rucola, donkergroene slablaadjes, maakt niet uit. Ik doe er heel veel verse tuinkruiden ook altijd in. Wat ik heb, dille, koriander, basilicum enzovoort. Groene blaadjes, dat is mijn basis. En dan heb ik daar, dus dat zijn mijn niet zetmeelrijke groenten. Heb ik massa's. Dan heb ik er ook wat zetmeelrijke groenten bij, of liever de laagdragen koolhydraten. En dat is dan bijvoorbeeld quinoa, of dat is dan wat wilde rijst of volwaardige rijst, of dat is dan bijvoorbeeld wat afgekoelde patatjes of zoete aardappel of pompoen. Hebben nu volbak, super goede bron van vezels, ook die pompoenen. Dus eet die regelmatig, super goed. Dus dat zit er dan bij. Dus ja, dat is waar je je vezels langs binnenkrijgt, oké? Okay? Dus heel eenvoudig. Je bruine rijst, je wilde rijst, je peulvruchten ook. Ik heb daarnet hummus gemaakt. Hummus van kikkererwten. Mega goede bron van vezels. Ook van eiwitten. Zwarte bonen, linzen, ook allemaal heel goede bronnen. Noten en zaden. Ik had het daarnet over de zaden die ik toevoeg aan mijn smoothie. Het is een heel goed idee. Ik doe ook meestal wat zaden over mijn groenten in mijn salade, zeker 's middags. En ik wissel altijd af. Ik heb verschillende soorten zaden waar ik mee afwissel. En dat is een goed idee. Je noten en je zaden, er zijn heel veel goede, maar wissel af. Dat is een heel goed plan, zeker ook voor de dames. Voor de hormoonbalans. Super, super interessant. Oké, dan komen we bij de bessen en de kersen. Ook hele goede bronnen van vezels. De pompoenen, de avocado's. En de zetmeelarme groenten. Daar zitten ook allemaal vezels in, hè, in al die groene blaadjes. Oké? En absoluut rauw. Jazeker, rauw. Die groene blaadjes wil je rauw. Want dan hebben ze de meeste nutriënten en dan zijn alle enzymen nog levendig. Natuurlijk willen we dat wel. Dus dat zijn allemaal goede, leuke manieren, makkelijke manieren ook om je vezels te eten. Doorheen de dag kun je dat dan nog aanvullen met 1 of 2 stuks fruit. Meer fruit zou ik niet doen, want dan leer je je lichaam alleen maar om beter suiker te verbranden. En eigenlijk willen we vooral vet verbranden.
Dus beperk je tot, als je wil afslanken, één stuk, zeg ik altijd. En als je op gewicht wil blijven, als je misschien je gewicht wil stabiliseren, kun je naar twee stuks gaan. Maar meer is echt niet nodig. Zeker niet als je dan 's ochtends, zoals ik, een portie bessen of een banaantje of zo, of een halve banaan in je smoothie of je shake hebt gedaan. Oké. Bessen hebben vooral de niet oplosbare vezels, dus van de schil en de pitjes. Dus die neem je maar mee. En dan voilà, dan zijn we er zo wat. Dus ik ben heel benieuwd, laat eens weten, waar haal jij je vezels vandaan? Ben je er überhaupt mee bezig? Wist je hoe belangrijk ze zijn? Ze zijn zo belangrijk. Ik ben daarnet voor de mensen die nu komen binnenvallen, van harte welkom. Ik heb daarnet al verteld waarom je elke dag minstens 25 gram vezels wil binnenkrijgen. En liefst nog iets meer. Ga naar die 50 toe, dan zit je zeker goed. Ze doen alleen maar goed voor jou. Als je nu wil weten, ja, hoe weet ik nu hoeveel ik binnenkrijg? Wel, er zijn hele handige tools die je daarvoor kunt gebruiken. Appjes op je telefoon of bijvoorbeeld de voedingswaardetabel.nl vind ik altijd een goede, gemakkelijke bron. Als je gewoon een voedingsmiddel intikt, dan kun je kijken per 100 gram, staat er altijd netjes uitgewerkt hoeveel er van wat in zit. En dat is zeker in het begin, als je gezonder gaat eten, heel makkelijk. Dat maakt het je een stuk makkelijker om alles bij te houden. Ik ben ook een grote voorstander van een eetdagboek. Zeker als je in die transformatiefase zit. En dan door de duur weet je het wel. En dan heb je een heel goed zicht op hoeveel vezels je naar binnen krijgt elke dag. Voilà, dat was mijn les over vezels. Heb je er iets aan gehad? Ik hoop dat het je mag inspireren om een gezonder leven te leiden zoals jij het graag wil. Laat het mij weten. Gooi even nog in de commentaren wat je eruit meeneemt en hoe het zit bij jou en je vezels. Ik wens jou er in elk geval heel veel succes mee. En weet je wat? Zorg goed voor jezelf. Want dan kun je beter zorgen voor anderen. Fijn dat je keek. Tot de volgende. Bye bye.